Wat Duterte zegt is, jongens, die war on drugs, dat was zijn grote pijl in de verkiezingen. Jij mag, als je iemand verdenkt of je weet het zeker dat hij drugs gebruikt of dealt of daar iets mee te maken heeft, mag je hem doodschieten. Dan leg je letterlijk een bordje naast het lijk met drug pusher. Niet. En dan is het klaar. Maar dat betekent dus. Als jij ruzie met je buurman, dan leg je er gewoon een bordje. Dan leg je er een bordje naast. En dat is echt waar. Met als gevolg dat bijvoorbeeld heel veel gevangenissen en klinieken zitten vol met mensen die als ze dood zijn, dat ze doodgeschoten worden. En dus vrijwillig maar in de gevangenis gaan zitten of zich op laten nemen als drugsverslaafde, terwijl ze of één keer gebloot hebben of nog nooit drugs gebruikt hebben. Dat is bizar. Ja, de schattingen zijn dat er 30 juni zit hij een jaar als president. De schattingen op dit moment zijn dat er ongeveer 3600 mensen zijn doodgeschoten, oplopend tot 7000. Nou, 3600 zaken worden nog onderzocht door de politie. Ik heb het vanmiddag even gecheckt. Ja? Toen wij er waren, dus een paar maanden terug, waren er 5000 doden gevallen. Nu, door die war on drugs, dus onder het command van Duterte, zijn er 10.000 mensen vermoord onder het mom van war on drugs. En de bevolking vindt het prima. Nou ja, bevolking vindt het prima. Er zijn mensen die snappen bijvoorbeeld niet wat er gebeurt. Die zeggen, ja, war on drugs, dat is iets goeds, is een groot probleem. Hij maakt het probleem ook groter dan dat het is eigenlijk. Er is een drugsprobleem, maar niet zo groot als hij zegt dat het is. Er zijn mensen die er tegen zijn, maar je maakt geen schijn van kans. Want wat er gebeurt, je mag vrijuit schieten. Zullen we even kijken naar, je zegt, je komt op straat, kom je gewoon echt lijken tegen. Dit is een dealer die dan doodgeschoten is. Going? Let's go, let's go. They found a body? Yes, they found a body. Hey, de vreemde situatie natuurlijk dat hier gewoon allemaal kids omheen zijn. Hi. Hi. How you doing? Er zijn allemaal kinderen lachend omheen. Voor deze mensen lijkt moord een soort van inflatie te zijn ondergaan. Het gebeurt nu zoveel de afgelopen maanden. Ja, je zegt inflatie. Ik moet zo aan denken, als een president zegt van oké, doe je best en schiet gewoon drugsgebruikers of drugsdealers dood, dan ontstaat natuurlijk ook een industrie van mensen die het heel graag voor jou doen. Als bijvoorbeeld. Ja, toch? Ja, absoluut. Dus ik heb huurmoordenaars gesproken. En die zeiden ook van, nou ja, wij verdienen daar geld mee. Maar het kan ook zijn dat een politicus zegt van, hey man, ja, mijn opponent, die verdenk ik van drugs, is niks aan de hand. Dus kan je me omleggen? En dan zegt zo'n huurmoordenaar zegt, ja prima, geef me $300 en ik leg hem om. En dat gebeurt dan, leg het bordje ernaast, niks aan de hand. $300? Ja, zo $300. Als het niet minder is, dat ligt een beetje aan hoe Begrijp ik goed dat dit een echtpaar is waar we naar gaan kijken? Dit is een echtpaar. Ja, dit zijn een man en een vrouw met kinderen ook. Dit is hun baan? Dit is hun baan. Dat is gewoon het soort de Bonnie en Clyde keer 10, zeg maar. Dat is een man en een vrouw. Zij maakt de plannen, hij gaat op zijn motor en legt, maakt een lijk van een mens, zeg maar. Oké. Okay. What do you guys do? We will be hired by someone. Yeah. We'll get paid to kill someone. So someone calls you? Yeah. He or she says, I want this person killed, and you say automatically, that's fine, or? Not really. I need to investigate everything. Yeah. I sometimes pretend to be a journalist, interviewing people. And once the person was, I discovered that this person is guilty, that's the time that he will do his job. How do you commit a murder? First, I'm gonna, from far away, I'm gonna use my motorcycle. He waits for this person to be, alone. He's wearing helmet so that no one will notice, will recognize him. And then if you find out it's just by himself, nobody's there, no kids, in about 3 minutes I have to be gone.